Ajax. Ja. 1 januari, hè? Gelukkig nieuwjaar iedereen. Ja, gelukkig nieuwjaar. En weet je wat dat betekent? Hoofdpijn. Ook, maar dat weer tijd is voor ons jaarlijkse bad. Oh ja, nieuwjaarsduik. De nieuwjaarsduik. Maar daar gaat er wel even wat anders aan toe dan thuis in de Maas. Ja, precies. Of in de zee of weet ik veel wat. Wat ik me nou afvraag, hè? Waarom surf jij zo weinig? En ik bijna iedere keer als ik een kans krijg om in het water te liggen, lig ik erin. Ja, ik weet niet. Ik had het me anders voorgesteld. Vind je niet leuk? Jawel, als ik in mijn sta wel. Maar, ik had niet bij nagedacht dat je dan ook nog eerst die branding door moet peddelen en 30 keer gespoeld wordt en zo. En dat je dan, dan op die plank staat. En dat je dan helemaal nat bent, omdat je dan uit het water komt, zei ik nat en zout en zo. Ja, ik had gewoon gedacht van, dat zo, een soort, ik en dat, een plank en ik daarop zo en dan zo. Dat het een soort glijbaan was, dat je gewoon in de rij ging staan. Ja, die eens in de rij. Dat je gewoon er een toe peddelt en erop staat en dat je gewoon een kilometer surft en dan weer even 2 minuten peddelen en dan weer als een speer over, dat ding, over de water heen. Nou, in werkelijkheid is dat toch wel anders, hè? Ja. Dus eigenlijk is het gewoon een kutsport. Ja, het is heel veel moeite voor heel weinig echt fun, zeg maar. Ja, dus dat is zo. Maar ja, als je dan eenmaal staat, is dat wel echt super vet. Ja, maar ja, ik denk dat ik dan maar ga motocrossen of zo. Want dan heb je constante fun. Ja, maar minder. En het kost minder inspanning. Je bent gewoon een lui varken. Lex is ook de enige op die hele reis die we hebben gezien van mensen die we hebben ontmoet en weet ik veel wat, die in plaats van is afgevallen, is hij gewoon aangekomen. Lex heeft gewoon meer gewicht dan toen hij wegging. Ja. Je zit er niet te schijten, hè? Hè? Je zit toch geen scheten te laten? Nee, ik heb lekker de bubbels in mijn anus. Want als er een golf hierin komt, dan bubbelt het zo lekker. Hoe?